deel van het jaarverkiezing is een zoektocht naar de beste hulp in dode ogen van eigenlijk de hulp zelf en degene die hulp nodig heeft. Hoe gaat deze werk? Nou, er wordt genomineerd door de mensen die hulp nodig hebben, die kunnen nomineren. Oké, en dan kunnen ze stemmen en dan is er een uitreiking voor de beste hulp en die kan zich dan hulp van het jaar noemen. Wat krijgt hij uiteindelijk? Ja, die krijgt een weekendje Centerparks. Die mag zich compleet even uitrusten naar alles wat hij of zij gedaan heeft. En dat, ja, dat gaat een middel inderdaad van de stemronde. Dus het publiek mag zoveel mogelijk stemmen. Waarom is deze prijs zo belangrijk? Deze prijs is zo belangrijk om alle hulpen door de ogen van degene die hulp nodig hebben in het zonnetje te zetten. Met name de mensen die minder hulp krijgen van de overheid, die krijgen steeds belangrijke positie. Die moeten toch kijken, waar moeten ze nou heen? En zoals de Nationale Hulpgids op dit moment is een marktplaats om elkaar bij elkaar te brengen. Nou, zoveel mogelijk goede contacten die eruit voorkomen, dat willen we zoveel mogelijk naar buiten brengen. En niet door onszelf, maar door de hulpers zelf die de hulp nodig hebben.